Elke week krijgen in ons land zo'n 300 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Het is dan van cruciaal belang dat de hartslag zo snel mogelijk weer op gang komt om hersenschade te voorkomen. Daarom is de nabijheid van een AED-apparaat en iemand die dat kan bedienen van levensbelang. Stichting Heart Safe Oosterwijk beheert sinds 2007 ruim 50 AED's in de 3 woonkernen van de gemeente Oosterwijk. Ook zijn er bijna 500 vrijwilligers aangesloten bij Oosterwijk HeartSafe en het alarmeringssysteem Hartslag Nu, die veelal in eigen beheer zijn opgeleid in het reanimeren en het bedienen van de AED. 50, die hebben we nog niet, dus dat moet voldoende zijn. Ja. Wat is er? Wat is er? Ja, ze is neergevallen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Hallo, even de hond weg. Dat is heel onrustig. Ja, is goed. Wow. Hallo. Bel 112. Bel 112 even, want het gaat niet goed. Hallo. Ze zegt helemaal niks. Ze is hier zo wit. Meldkamer ambulancedienst. Wat is er precies aan de hand? Ja, er is iemand flauwgevallen. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het is niet goed, Henk. Ik weet niet wat ik moet doen. Is mevrouw aanspreekbaar op dit moment? Nee, weet ik niet, maar... Wat is het adres waar het slachtoffer zich bevindt? En in welke plaats? Het is de Wolvensteeg in Oosterwijk, vlakbij nummer 60, zegt u. We gaan een ambulance naar u toe sturen. Blijft u alsjeblieft aan de lijn, blijft u rustig. Ik zal u precies vertellen wat u moet gaan doen. Na een 112-melding gaan er 2 verschillende meldingen uit naar de vrijwilligers die zich in een beperkte straal rondom het slachtoffer bevinden. Eén met de opdracht naar het slachtoffer te gaan en direct te starten met reanimeren. En één om op een aangegeven locatie, met de in de melding genoemde code, een AED op te halen en bij het slachtoffer aan te sluiten. AED oproep. Sorry, ik krijg een melding voor de oproep van de AED. Ik bel nu ondertussen. Oké. Succes. Ja. Hallo. Hoor je mij? Hallo. Oké. Vrijwilligers zijn opgeroepen. Blijft u aan de lijn, alstublieft. Niet elke gealarmeerde vrijwilliger zal in de gelegenheid zijn om gevolg te geven aan de oproep. De vrijwilliger die het eerst bij het slachtoffer aankomt, voert de reanimatie uit en gaat hiermee door totdat de ambulance is gearriveerd. Reanimeren.
Kijk, ik ben Peter. Wil jij de ambulance ontvangen? Ja, ik vang de ambulance. Nadat het slachtoffer overgenomen is door de medewerkers van de ambulance en de burgerhulpverleners een stapje terug hebben gedaan, krijgen zij een klikbandje van Heart for All uitgereikt dat hen in staat stelt om in contact te komen met het slachtoffer, diens familie of met de medehulpverleners. Het in contact komen met betrokkenen helpt de hulpverleners bij de verwerking van deze traumatische gebeurtenis en zorgt ervoor dat zij ook de volgende keer weer bereid zijn de helpende hand te bieden. Voor de komst van de AED verliet 5% van de slachtoffers na een hartstilstand gezond het ziekenhuis. Dankzij de AED en de vele vrijwilligers is dat nu circa 25%. Van belang blijft dat, wanneer in uw omgeving iemand onwel wordt, u onmiddellijk het alarmnummer 112 belt. Want elke minuut telt. En hoe gaat het nou met je? Ja, goed. Heel erg goed. Wel raar hoor dat het daar gebeurd is. Ja. Nou, ik ben wel echt blij dat jij er was. Nou, en ben je nog...